Hi, dit is Rowan van Red Riding Hood weer. Ik ben hier vandaag met mijn zusje, Katie. Hey. Die hebben jullie al eens eerder gezien in andere filmpjes, zoals de Chubby Bunny Challenge en de Finse Snoepjes Test. En vandaag gaan wij de Sister Tag doen. Die kwam ik al tegen op verschillende YouTube-kanalen en deed me ook wel lachen om dat een keertje te gaan doen met Katie. Ik heb vragen hier op mijn telefoon staan. Het zijn er 22, dus laten we maar snel beginnen. De eerste vraag is... Hoe en waar hebben jullie elkaar ontmoet? Wat is dat voor een domme vraag? Moet ik dat nog eens zeggen? Dat is voor stond. Het is echt een sister tag. Het lijkt meer een beetje een best friends tag. Toen ik een baby was en ik kan me niet meer herinneren. Ik kan me ook niet meer herinneren, maar ik was anderhalf jaar oud. En ik denk in het ziekenhuis eigenlijk die ze daar geboren is. Dat denk ik ook. Ik zou het niet weten. Nee, geen flauw idee. Op naar de volgende. Wat is jullie favoriete herinnering samen? Poeh. Oh, dat klinkt nu wel heel saai. Nou, doe nooit eens leuk. Nee, ik wil, ja, ik heb vakanties of zo. Nee, dat is niet heel specifiek. Nee. Kanoën? Shoppen, kanoën, vakantie. Ik denk dat ik dat wel leuk vond. Ja, events zijn we nog samen naartoe geweest, ja. Wat een cool event, dat was wel heel grappig. Ja, met ons make-up en haar gedaan en zo. Ja, ik denk dat wel heel erg leuk. Ja, dat was wel heel leuk. En kano op vakantie vond ik ook wel leuk, de laatste keer. Door met Merel. Ja, die wou ik ook. Merel, dat is ons andere nichtje. Heeft ook een blog trouwens, die staat nu hier. Maar ja, toen zaten we in de kano in Zuid-Frankrijk. En wij deden het echt vet goed eigenlijk. Ja, mijn vader en een vriend van de tante dachten dat zij het beste deden, maar zij zaten de hele tijd vast en wij niet. Nee, en als ze vast zaten, dan zo. En dan riep. Maar ja, op een gegeven moment waren we toch omgevallen. En dan weer in zo'n stroomversnelling en toen ging onze kano weg. En er waren van die mannen die hadden daar zo'n lijntje aan hangen van vissen. En nou, die vond het volgens mij echt vet irritant. Waarom zag er onze kano af? Ja, wij kwamen ze langs echt zo. Oké. Nou, dan gaan we weer. Ze waren vast niet de eerste die dag, maar goed, ook een beetje uit haatplek om te gaan vissen. Ja, trouwens, als dan van die kamers langs. Gewoon kamers langs. Ja, ik een lijntje uit. Ik vond het vet eng, ik was echt bang dat ik zo'n haak in mijn bil kreeg. Ik ook. Maar ja, dat is wel grappig. Ik denk dat Cool Cat Event en nou, ja, dat is het. Ja. Ja, dat is onze vraag die tijd in. Ja, dat is wel leuk. Ja. 3. Omschrijf elkaar in één woord. Lief. Ja, want dat is altijd wat... Ja, ben tegen mij op zich is Katie best wel lief. Voor de buitenwereld lijkt ze in ieder geval heel lief. Ja, tegen mij zit soms ook al aan. Maar ja, dat is wel heel stom. Nee, maar Katie is wel gewoon echt een lief en zachtaardige persoon. En nu hoor ik altijd van mensen die jou voor het eerst ontmoeten. Dat is zelf vind je niet. Wat heb jij lief, zusje? Nee, ook wel. Maar ik bedoel, ja, je lijkt op het eerste gezicht als mensen voor het eerst ontmoeten gewoon... Heel lief of zo. En, ja. Maar dan leer ze me echt kennen. En dan is het echt raar. Nee, maar dan gaat ze wat meer, dan opent ze wat meer en dan is eigenlijk ook heel humoristisch. Ja. Maar daarvoor is het ook kennen. Het leukst eigenlijk. Mijn eigen grapjes. Ja, dat is wel een beetje keer. Nou, oké, jij bent zorgzaam. Met een geestel om mij en als ik problemen heb, kan ik altijd naar je toe en dan geef je advies. Oh. Ja, maar dat klopt denk ik wel. 4. Wat is je droombaan? Dus dan moet ik ook bij jou zeggen, denk ik, wat jouw droombaan is. Denk ik? Ja, een apenverzorgster. Ja, echt was het vroeger. Stiekem nog steeds op ons bij. Katie is echt een hele grote dierenvriend. Ik ben ook wel een dierenvriend, maar Katie is echt gewoon een mega dierenvriend. En ja, die wou vroeger altijd, nou ja, dan maar een rijke man. Omdat je dat vrijwilligerswerk is, zeg maar, zo'n apen verzorgd. En dan wou ze op Borneo, waar ze apen gaan verzorgen. Ja, wat ze nu wil worden, dat weet ik niet. Event manager. Oh ja. Ja, maar Katie die moet volgend jaar gaan studeren. En heeft net haar studie uitgekozen. Ja, het heet Media en Entertainment Management. Dus event management zit er ook bij in. Ja, en misschien daarna als je heel veel opgespaard avondzorg. Ja, misschien. Ja. En jouw droombaan?
werken bij een modeblad of een eigen kledinglijn misschien. Ja, dat lijkt me wel heel erg gaaf inderdaad. Ja. Nou, ik weet verder niet zoveel van het designproces en zo af. Maar nee, maar gewoon dat het ontwerp bedenken en ja, andere mensen dat gaan dat uitvoeren. Ja, dat lijkt me wel heel erg tof. Ja, ik heb wel echt heel vaak aan gedacht, maar ja, het is wel echt... Ik weet niet waar begin je, weet je wel, je hebt echt vette mensen voor nodig. Hè. Want jij ziet altijd kleding waarvan je denkt, net niet, dat moet anders en dan is het leuk. Precies, inderdaad. En denk, als ik dat dan zelf had ontworpen, had ik dit gedaan. Dan denk ik van, er zijn vast wel heel veel mensen die het met mij eens zijn. Ja, zo. Ja, dat. Ik denk dat we elkaar best goed kennen. Ja. Ja, ook al is Apenzorg niet meer jouw nummer 1. Stiekem zit dat nog wel ergens. Het is heel diep ja. In mijn dierenhart. In je dieren. Wat is je favoriete make-up merk? Ja, ik denk eigenlijk dat je favoriete make-up merk is dat je misschien nog nooit geprobeerd hebt. Nee. Maar dat je stiekem wel eens iets van NARS zou willen hebben of MAC. MAC, oh ja, MAC, daar heb je het altijd over. Ja, ik wil heel graag iets Kate van MAC. Kate is eigenlijk meer make-up meisje van ons. Ik ben meer into the fashion, maar goed, deze vragen zijn natuurlijk meer beauty gerelateerd omdat dat meer voorkomt op YouTube op een of andere manier. Ja. Nou, dat is wat makkelijker natuurlijk. Ja. ja, weet niet. Na van iets wat je wel al geprobeerd hebt, denk ik misschien YSL van de lippenstift. Ja. Ja, ik denk dat dat wel is. Niet. Een Rimmel. Rimmel? Dat vind ik heel fijn, ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, weet je. Ja, maar eigenlijk al wat voor. Ik zou ook zeggen van wat ik heb geprobeerd Rimmel. En je wou het Naked Palette. Ja, klopt. Dus, maar die heb je ook nog niet uitgeprobeerd. Nee, maar die lijkt me heel leuk. Maar... En ik hoor ook hele positieve verhalen. Ja, ik wou hem dus halen in Barcelona. Tenminste, de 1 of 2 wou ik halen. En dat was een Sephora. En ik had mezelf eindelijk overtuigd van, nou weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik zat met een kind echt van, zal ik het doen? Ik dacht, ja, doe het. Dus ik liep daar binnen op onze laatste dag. Ik zei van, ja, hebben jullie ook 1 of 2? Nee, we hebben alleen maar 3. En ja, die vond ik wel echt minder leuk. Dat is met heel veel roze kleurtjes. Maar ja, wij hebben niet echt veel. Nee, meer wij zijn lief. Nee, we zijn beide wat meer rock-achtig. Ja. En Kelly is dan wat meer rock boho, denk ik. Ja. En ik wat meer rock en clean of zo. Ja, denk het. Rock chic. Ja, rock chic inderdaad. En, ja. Ja. Wat is iets dat je irriteert van de andere persoon? Dat zal het om me heen gaat. Dat is ook zo. Dat is wel waar. Dat zegt Katie ook heel erg vaak. Ja. En van Katie, haar luiheid. Admit it. Ja, ik ben best wel lui. Katie is echt extreme luiheid. Maar ik wil echt wel wat aan veranderen. Ik wil gaan sporten en zo. Ja, ik wil ook wat veranderen aan mijn doei. Ja, ik vraag wel af of dat ooit gaat lukken. Denk ik niet. Ik heb al zoveel wat van gezegd als het nog niet gebeurt. Ja, maar weet je wat is? Ik heb het niet echt door dat ik het doe. En dan begin ik en dan is het... Ja! Okay. En dan denk ik dat ik gewoon een conversatie met je heb, maar blijkbaar praat ik dan gewoon door je heen. Ja, maar ik begin gewoon tegen iemand anders te praten dan ik het tegen jou heb. Ja, maar dan is dat gemeente belangrijk. Als je ergens heen kon gaan in de wereld, waar zou dat dan zijn en waarom? Samen trouwens. Samen? Ja. LA misschien? Ja, LA of New York. Ja, ik denk ja. Maar ik wil eigenlijk wel heel graag naar LA. Ja, ik ook. Ik denk maar LA. We moeten wel een longboard hebben. Ja, oké, ik wil heel graag samen gaan longboarden, maar de hele tijd als ik geld heb om longboard te halen, heeft zij het niet en andersom. En we willen niet alleen een longboard halen, want dan gebeurt er toch niks. Ja. En als ik altijd van die foto's zie van longboard, dan is het echt een van die vet mooie straat, ja, alleen bij die palmen, op de boulevard. En dan zie je het hier gewoon op de straat. Heel worden. Ja. Ja. Ja, dat maakt het ook minder leuk. Ja, dus ja, we zouden we graag met onze longboard, onze future longboard, naar LA willen ik samen. Ik ben aan het sparen. Ja? Ik ben bijna jarig. Gefeliciteerd. Ja, oké. Ik bedoel dan mee van. Dat is wel grappig. Ja. Ja. Jullie favoriete inside joke? Ja, even. Even mensen, inderdaad. Ja, dat is niet alleen tussen ons, maar ook een beetje met mijn moeder.
kinderen. Ja. Dat zegt onze vader heel vaak. En dat vindt hij waarschijnlijk ook niet leuk dat we dat nu zeggen. Ja, maar hij kan er niet heel veel aan doen. Hij is Canadees. En op de een of andere manier gebruikt hij altijd het woord even twee keer in de zin. Ja, ik ga even naar de winkel even. Ja, op die manier. Dus ze zeggen ook vaak even. Dus dat is best wel sneu. Ja, en hij zegt altijd, dan weet hij heel goed wie iets gedaan heeft. En dat zegt hij altijd, mensen. Mensen moeten hun chipzakjes opruimen. Bijvoorbeeld. Ja. En dan weet hij gewoon dat het Kay is geweest of zo. Of ik. Waarom jij niet zo met chipzakjes staat tegen? Ik moet eten met chips. Echt wel. Bijna nooit. Vaker dan ik. Dan doe ik het in een schaaltje. Wie doet er 's ochtends langer over om zich klaar te maken voor de dag? Kay zegt ik, maar dat weet ik niet. Ja, jongen, jij doet vet lang in de douche en zo. En ik ben er 10 minuten klaar. Niet meer, want ik deed het best lang in de douche omdat ik daar mijn make-up en zo had staan. Maar dat heb ik naar mijn kamer verhuisd, dus nu valt het wel mee hoe lang ik bezig ben in de douche. Oh. Ja, maar ik heb tegenwoordig wel het oil pooling ook. En dat daarom. Alleen mijn ontbijt maak ik al klaar en zo, dus dat valt me wel mee. Nou ja, misschien dat ik aan moet. Dat vind ik heel vreemd. Ik denk dat Katie meer is met haar en make-up. Ja, ik heb irritant haar. Ja, vooral haar. Ik denk dat Katie heel lang duurt met haar haar. En dat zit bij mij altijd redelijk snel goed. Bij mij niet. Dus vind ik dan. Maar ja, ik zit altijd met van wat de hel moet ik aan. Ik heb heel veel kleren, maar ik heb altijd het gevoel dat ik gewoon niet. Dat heb ik ook wel. Dus misschien ben jij dan toch wel. Misschien moet het een keer time. Ja, en daarom gaat het een keer time. To be continued. Favoriete seizoen? Zomer. Zomer. Sowieso, ja. Van ons beiden zomer. Ja. Heel veel mensen zeggen lente, maar ik heb last van, weet je het ook weer, hooikoorts. Dus dan is lente niet echt mijn favoriete seizoen. Nou, daar heb ik geen last van. Alleen, ja, ik vind het zo gewoon lekker dat je, ja, gewoon altijd buiten kan zitten en blote benen in blote benen. Ja, vakantie. Ja, hallo. We hebben net onze vakantie geboekt naar Frankrijk. Daar hebben we echt super veel zin in. Ja, dus zo. Vorig jaar zijn we geweest, dus nog meer zin in. Ja, inderdaad. Zin in. Twice. Favoriete liedje? Drunk in Love. Misschien, ja, tenminste. Een all-time favoriete liedje hebben we beide niet echt, denk ik. Nee, het verandert ook mijn dagelijks. Ja, als ik echt een ja, van all-time. Ja, dat zou voor mijzelf iets van Spice Girls zijn, maar ik moet het voor jou beantwoorden. Ja. Nou, ik weet dat Kees een tipperweek voor mij. En jou? Welke dan? Sexy Back. Sexy Back? Ja. Huh? Of weet ook weer. What goes around comes around. Oh ja, die. Ja, Kay is wel een JT fan. Maar waar ze tegenwoordig heel erg into is, is volgens mij Ed Sheeran. Ja, maar dat was eerst ook vorig jaar was het meer. Ja? Maar dacht van dat wel, ik ga toch gewoon naar een concert. Ja, maar ja, ik wou vorig jaar ook al naar een concert en nu komt hij eindelijk weer in Nederland. Dus. Yeah! Dan moet nog wel even heel lang wachten. Ja, en begin november pas. Dit is een beetje een rare vraag. Hoe is het om de zus te zijn van iemand die geobsedeerd is door YouTube? En dan denk ik dat het gericht is op mij, maar eigenlijk is het meer andersom. Ja, ik ben meer geobsedeerd door YouTube dan jij. Katie is echt geobsedeerd door YouTube. Dat is ook wel wat afgenomen. Ja? Ja. Nou, maar ze weten er wel echt heel erg veel van. En eigenlijk ben ik op YouTube gegaan door Katie. Ja. Als de vraag op mij gericht is, dan kan je denk ik eerder zeggen van hoe is het om iemand als zus te hebben die geobsedeerd is door vlogs? Want ik ben echt een blogger en YouTube heb ik erbij gedaan en dat vind ik wel heel leuk. Maar dat komt door Katie eigenlijk. Ik zat mee te kijken met Katie, ik zat de hele tijd te lachen op telefoon en zo. Ik vond wat de hel is er en zat van die filmpjes te kijken en vond ik eigenlijk vind ik hem ook wel leuk. Maar Katie kan je echt veel meer over vertellen en ik vind ook nog steeds haar eigen kanaal moet beginnen. Ga dat nog eens doen? Ooit misschien? Nee dus. Kijk, dat is dus ook luiheid. Het soms nee, dat is, ik weet niet wat ik moet doen. Weet, nou, het is ook zo'n ding wat we nu doen. Ja, maar moet altijd iemand erbij echt hebben. Die make-up dingetjes. Make-up. Ja. Dus ja, hoe is dat?
Of mijn zussen hebben die gozerisme volgen? Ja, laat het zo maar formuleren. Soms een beetje irritant en dan gaan we de stad in. En dan haalt ze opeens haar camera op de post en zegt, hey, je hebt foto's maken. Nou, ik heb nu geen keus meer. En dan ontken je haar luiheid naar boven. Nee. En dan wordt ze boos, want dan heeft ze geen zin. Maar ja, dat is wel zo. Ik heb natuurlijk wel vaak foto's nodig, omdat ik, nou ja, een fashion blog heb. En daar sleur ik mijn omgeving wel in mee. Dat is wel zo. Ja, ik heb zelf ook weinig keus, want dat is wel waar mijn blog een beetje om draait. Dus ja. Ja, dat weet ik ook. Hakken of platte schoenen? Voor jou hakken? Voor jou sowieso platte schoenen. Ja. Ze wil wel vaak hakken dragen en staat altijd in mijn kamer en doet ze hakken aan en zo, maar uiteindelijk draagt ze nooit. Ik heb laatst ook hele leuke laarsjes gehad. Ik heb ze nog maar één keer aangehad. Welke? Die met van de Sasha, moet die als. Oh, die. Ja, die zijn echt vet leuk. Ja. Beetje Isabel Moran-achtig. Ja, maar ik draag altijd zeer goed. Nou, ik moet zeggen, het zijn ook niet mijn favoriete schoenen om op te lopen. Maar het is wel mooier. Ik vind ze wel mooi, ja. Ik draag ze wel liever dan platte schoenen, denk ik. Omdat, ja, ik vond het comfortabel vind. Maar ik heb ook altijd, als ik op hakken loop, dan ga ik op mijn enkel, standaard. Oh ja, dat is niet echt sexy of zo. Nee, dat is wow. Ja, nou, dat snap ik wel. Broeken of jurken? Broeken. Broeken. Ja, volgens mij. Broeken. Favoriete dier? Ja, ik zou zeggen katten, alleen Kaylee is ook wel echt een hondenmens. Ja, ik ben een alle dierenmens. Ja, dat zei je net dus ook al. Kaylee echt een dier. Kaylee wil ook altijd alles hebben. Ja, ze wil een koala hebben, ze wil een aap hebben, ze wil een leeuw hebben. Ja, een leeuw. En een lekkere knuffel. En dat ook wel, zoals als je die filmpjes ziet, dat is wel echt heel tof. Ja. Maar goed, ik wil je hebben waarmee dat goed gaat. Konijntje. Ja, dat zei ik al. Zie je wel? Konijntje. Ja, konijn. Muisje. Hamstertje. Als je huis zou dreigen plat te branden en je hele familie was sowieso oké, wat zou je dan meenemen? Sowieso meenemen en waarom? Wat zou je telefoon? Kaylee is echt geobsedeerd aan haar telefoon. Ja, maar die hebben we dus al sowieso bij me. Ja, maar nee, dat is helemaal geen fruit. Hè. Dat is niet dat je die sowieso. Ja, nee, maar ja, ik altijd bij. Oké, die plakt bijna aan haar, dus het kan niet dat ze die vergeet. Oké, dus behalve je telefoon. Ja, je kunt de computer meenemen of zo. Loe. Dat is haar knuffel en die heeft ze echt altijd heel lang, nou echt mee geknuffeld, maar dan niet zeg maar alleen in bed, maar hij ging echt overal mee naartoe en dan zat ze altijd in de kamer knuffel zo tegen haar neus aan ook, altijd te ruiken. Dus ik denk toch wel dat, ondanks dat je dat niet echt meer hebt, Loe en Knuffie dan nou wel mee moet. Ja, Knuffie weer ook nog. Loe weer toch nog plantje in de knuffel. Hoe was het bij jou zijn? Ja. Ja, een laptop. Zodat je nog kan bloggen. Ik denk het wel, maar niet alleen dat, maar ook gewoon. Ja, er staat gewoon veel rekening. Oh ja, ja. Ik zou zeggen dat ook vanwege alle foto's die erop staan, maar dan mijn harde schijf. Oh ja, harde schijf. Ik heb een harde schijf en daar heb ik alle foto's zo voor het geval mijn laptop crasht. Dus dan moet ik die wel meenemen natuurlijk. Want ja, foto's zijn toch wel dierbaar. Ja, ja. Maar wat ik me afvraag, je hele familie is oké, maar horen daar ook huisdieren bij? Want anders zou ik katten meenemen. Ja, sowieso, inderdaad, daar heb je gelijk in. Nou, aangezien onze katten ook onderdeel zijn van onze familie, zijn die ook oké. Want anders inderdaad, dan zouden die katten gered worden. Maar ja, dat zou iedereen van onze familie zijn leven gewoon vergeven, ja, denk ik. Ja. Voor die katten, die, ja, echt wel. Ja, die horen gewoon bij de familie. Ja. Dat is wel een goeie, hè? Comedy, horror of chick flick? Horror misschien? Nou, nee, het hangt echt van af waar, ja, in wat voor gezelschap je bent. Ja, in mijn eentje wil ik geen horror kijken. Nee, ik denk in je eentje gewoon een comedy. Ja, comedy denk ik. Chick flicks bij je samen. Chick flicks. Ja, maar comedy is ook wel weer leuk. Yeah. Een beetje. Ja. Ik denk dat comedy toch gewoon gedeeld onze, ja, favoriete genre is. Dat is comedy, horror, chick flick, wel bij mij. Ja, ik denk wel. Maar ik zou inderdaad nooit alleen horror kijken. Nee, maar ik vind dat wel vet. Ja. Dus ik wakker tot 5 uur. Ja. Sorry.
Maar ja, dat is inderdaad niet heel verstandig. Nee. Maar als je een groot gezelschap bent, dan is horror wel echt vet leuk. Ja, misschien wel. Maar ja, als je gewoon in het algemeen comedy. Ja, comedy. Dit is ook een hele leuke vraag. BlackBerry of iPhone? iPhone. Ja, sowieso iPhone, alleen wij hebben beide geen iPhone meer. Nee. Dus eigenlijk geen van beide, want ja, ik heb gewoon een beetje slechte ervaring met iPhone. Maar BlackBerry ga ik sowieso nooit aan beginnen. Nee. En, nee. Ja, ja, en ik had met mijn iPhone had ik niet zoveel problemen. Ik heb hem eigenlijk gewoon weggedaan omdat ik een nieuwe telefoon mocht. Want mijn abonnement was bijna voorbij, dus mocht ik een nieuwe telefoon. En waarom heb je dan niet weer voor een iPhone gekozen? Ligt de prijs of zo? Nee, ik wou gewoon wat anders. Gewoon voor de afwisseling. Ja, voor leuk. Een BlackBerry had je niet zoiets van. Nee. BlackBerry is enorm. Ik vind die dingen vet lelijk. En het lijkt me ook heel erg onhandig. Ja, is wel geen touchscreen of ben ik nu echt prehistorisch? Ja, prehistorisch. Dan ken je het weer in. Ze hebben nu eentje die een beetje op een iPhone lijkt. Oh, oké, maar ik ken net zo goed een iPhone. En de favoriete film? Wow, we kijken genoeg films. Wat is jouw favoriete film? Dat weet ik niet eens. Oké, ik ga een favoriete film voor jou bedenken. Twilight. Nee, dat is niet ken je favoriete film. Oké. Ik denk dat het bij mij in de 21 Jump Street is. Nee, dat heb ik nog nooit gezien, dus kan ik het zeggen. We hebben nog nooit gezien? Nee. Maar is het grappig? Gaan we zien. Grappig ook dat dan Axel was. Nee, is het gewoon met Channing Tatum met Jonah Ingers. Magic Mike. Was dat niet ook echt jouw favoriete? Ja. Ja, Magic Mike sowieso. Tuurlijk. Oh, ook van jou. Platvoet wel een favoriete. Dat is wel thuis. En het is niet platvoet. Disturbia. Ja, yeah, Disturbia. Die vond ik echt awesome. En die vind ik eigenlijk nog steeds heel cool. Die heb ik echt vet vaak gezien. Maar ja, nu niet echt meer, omdat ik hem echt te vaak gezien heb. Maar ja, die is wel echt heel erg gaaf. Ik kan wel laatst weer kijken. Ja, dat is wel echt heel cool. Echt dat is een spannende film. Niet vies, maar. Nee, ik weet een andere favoriete film. Transformers, alle Transformers gewoon. Oké, okay, dus. Ja, ik ben heel fan van Transformers. Ja. Ja, die is op zich ook wel leuk. Shia LaBeouf, dat was je bruggetje, hè? Ja. Wat is iets raars dat je eet? Ik kijk, wat heb jij van rare eten gelaten? En misschien is het wel eens met je vinger in een Nutella-pot, of? Nee, eigenlijk wel met broodstokjes. Ja. Het is wel gek op Nutella. Maar ja, zeker. Ik kan blamen. Ik kijk, is er nog iets raars wat jij eet? Er is wel bij mij één raar wat ik eet. Want tegenwoordig is dat misschien minder raar, maar wel dat raar van ons of avocado? Avocado. Ja, mensen eten avocado met dingen. Of... Ik ben het gewoon gewend, dat jij het zo raar is, maar is niet raar. Maar heel veel mensen zeggen dan van, oh, waar eet je dan mee? Nou, gewoon zo. ik lepel gewoon avocado's uit, ik vind dat zo lekker. Of voordat het een hype was of zo, maar goed, ik eet gewoon los. Hebben jullie ook iets gemeen? Ja, dat is humor. Ja. Best wel flauwe humor. Ja, dat hebben we toch wel echt gemeen. Wij kunnen samen echt heel echt stuk gaan. Ja, om echt dingen wat iemand anders niet zou begrijpen. Ook jij ook mijn lach. Ja, Katie lacht echt zo raar als ze in de deuk ligt. Oké, doe het. Ik lach een beetje als een kaapje. Ja, dat is wel hetzelfde. Maar inderdaad, dat is het. Ik zou niet weten hoe kaapjes lachen. Dus. Nee, ik ook niet. Maar ik merk van die guy zo. Dat is wel. Dat is gewoon piepen. Dat is een muisje. Fantasie. Dat zijn muisjes en rutjes. Ik dacht kaartjes op piepen. Ja, kaartjes op. Oh, zo lach ik dus. Ja, ik denk dat dat toch wel. Dan komt er geen glas en zo. Sowieso was het. En televisievoorkeur. Ja. Geen voetbal. Geen voetbal, nee. Geen sportbal te kijken. Nee, we zijn dus. Gewoon I. Ja, I op MTV. En TLC ook wel. Dan kijk ik maar. Nee? Tandas en Tierra's? Eén keer gekeken, Tandas en Tierra's. Met jou. Ja, ik vind TLC ook wel heel leuk. Honey Boo Boo Child. Dat is ook echt cool. Ja, dat dus. Wat is jullie favoriete serie? The Five Diaries. Ja, we hebben wel echt, ik zei ook, we hebben gemeenschappelijke televisievoorkeuren, dus ja, we gaan zo meteen al kijken. Ja.
Want we nog twee hebben nog. Oh joy. Ja, maar sowieso vinden we wel heel veel televisieseries gewoon gezamenlijk leuk. Maar ja, ik vind Walking Dead niet echt. Ja, ik wel. Ik ben ook meer ook van de lugubere en psychologische series. Ja, maar psychologisch vind ik ook wel leuk. Oh. Ja, welke kijk jij? Criminal Minds. Ja. Ja, dat kijk ik af en toe. Ja, of niet Missus. Maar welke volgen wij nu? The Following, kijk je die ook? Nee, The Blacklist. The Blacklist, ja. Ja, die is wel heel gaaf. Ja, die kijk je ook. Ja. Ja. Dat is echt cool. Wat algemeen zijn dingen die wij echt gemeen hebben, meer dan wat vrouwen. Ja. Carrie Diaries. Ja, dat is ook leuk. Oh, Game of Thrones, maar die kijken niet samen, omdat ik ze met Vincent en Frank en ze allemaal al gezien heb. Ik ben net begonnen. Dat is ook cool. Mother of Dragons. Ja, Collision is echt cool. Collision. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En ik hoop dat jullie mij en mijn zusje een beetje beter hebben leren kennen. Laat even een reactie achter voor wat je ervan vond. En geef even een dikke thumbs up. En vergeet je niet te abonneren op mijn channel. En natuurlijk om even op mijn blog te kijken. Dat is www.redriding.com. Tot de volgende keer. Doei.